Twee weken geleden legde ik jullie mijn dilemma voor. Ik moest kiezen of ik een cliënt zou informeren over een gemaakte fout en of ik een zaak wel of niet in behandeling zou nemen. Ik heb ervoor gekozen om de zaak niet in behandeling te nemen en de advocaat daar te informeren over de gemaakte fout. Het is aan de advocaat dan om zijn cliënt te informeren dat er een fout is gemaakt en vervolgens is het aan de cliënt om te zien wat hij dan verder daarmee gaat doen.